Goedemiddag, ouders, opa's, oma's, andere belangstellenden. Hartstikke leuk dat we hier weer in een volle dorpshuiszaal mogen zitten. Vorig jaar nog buiten. Dit is de 9e keer dat Sinterklaas in Meeden komt. En we zijn er heel blij mee. Sinterklaas had natuurlijk even een aanloopprobleem. Ik weet niet of jullie het Sinterklaasjournaal een beetje hebben gezien. Hij kwam niet met de stoomboot. Een vliegtuig. En hoe heette die vliegtuig? De Goed Heilig Man 1. En gelukkig was er wel iemand die nog even een stoomboot heeft gemaakt voor Sint. Hoe heette die? Hein Klein. En hoe heet die? Wat kreeg je toen voor een naam? Piet Hein. Keurig. We hebben vandaag, dankzij deze mensen, dit is meer voor de ouderen die hierop staan, is het allemaal mogelijk gemaakt. Daar even terzijde. Het is en blijft een kinderfeest en zo benaderen wij het hier ook in Meeden. Ongeacht wat er allemaal in de krant staat. Wij zijn blij dat we dit nog steeds hier zo mogen organiseren. Dat we dat doen voor de kinderen. Dat we veel vrijwilligers hebben. Gisteravond de spul hier versierd. Alles zover klaargemaakt. Zwarte Pieten waren blij toen ze in Meeden kwamen. Dat alles geregeld was. Sinterklaas was heel goed. Ik heb de kinderen net al verteld dat u al 9 keer in Meeden bent geweest. Vorig jaar weet u ook vast nog waar we zaten. Als ik kijk hoeveel kinderen er ook zijn met ouders en ooms en tantes en opa's en oma's. Nou, dat is weer een gezellige boel hier in Meeden, zoals gebruikelijk. We zijn altijd weer blij dat u toch deze kant weer wilt opkomen. U hebt een hele aanwas aan Pieten meegenomen. Zijn we weer heel gelukkig. Sinterklaas had voor het eerst een glutenvrije Piet meegenomen. Ja, dat klopt. Die staat daarachter. Kijk maar even, zien jullie de glutenvrije Piet zwaaien? Ja. Ja, en die heeft ook wat in de hand. En wat daarin zit, dat is dus glutenvrij. Dat hoort er helemaal bij. Dus mochten er kinderen zijn glutenvrij, hebben een aparte glutenvrije Piet hier naar beneden laten komen. Voor de kinderen die dat alleen maar mogen hebben. Waar is Wegwijs Piet? Waar is Wegwijs Piet? Waar is Wegwijs Piet? Daar is Wegwijs Piet. Hoezo? Dan moet ik even spreken. Wegwijs Piet, ik moet even wat met jou overleggen. Ja. Wat is dat voor een rare onderbreking? Maar goed, het doet er niet toe. Hoofdpiet die moet eventjes in conclave met Wegwijs Piet. Nou, prima. Dan ga ik nu zitten.
Wat zeggen jullie? Ja! Oké, ja, ja. Nou, wegwijzen, wat zeg ik, Hoofdpiet is, ja, die is ondertussen ook weer terug. Laten we even een leuk liedje gaan zingen en dan met z'n allen op de maat meezwaaien. Is dat een goed idee? En doe de handjes maar in de lucht. Is groot, is het altijd dolle pret. Beter ook de bakker zit dan in het kerstpakket. Ja, Hoogpiet, wat is er, jongen? Mag ik even met Wegwijspiet praten? Wat zeg je? Mag ik even met Wegwijspiet praten? Ik moet er even snel vandoor. Je moet er even snel vandoor, ja. Want je moet even met Wegwijspiet praten. Ja. Duurt maar even heel kort. Alweer, want je onderbreekt de boel zo wel telkens, Hoogpiet. Ja. Maar goed, ga je gang. Oké, ga maar even naar Wegwijs. Nou, ik weet niet wat dat allemaal voor onzin is van Hoogpiet. Dat hij telkens naar Wegwijspiet gaat. Maar goed. Maar ik heb eigenlijk nooit geweten dat u ook piloot bent. Nee, maar goed, ja, zoiets hang ik ook niet aan de grote klok, want zo belangrijk is dat ook niet, want ja, ik zie niet zo vaak in het vliegtuig, het is meestal de boot natuurlijk. Ja, die was er niet meer. Nee, het is wat dat betreft wel even een beetje een bijzonder jaar. Ja. Dag Hoogpiet, je bent er weer, jongen. Het is allemaal weer geregeld, zoals ik het aanzet, dankjewel. Nou, fijn. Ja, hoor. Meneer Koos, ja. Ik heb een paar pieten bereid gevonden om een leuk dansje te laten zien. Was dat net niet het dansje wat u net zag, Sint, of hebt u nog een ander dansje in gedachten? Nee, dat is een speciaal pietendansje. Ja. Ja, dat wordt heel erg leuk. Okay.
Sinterklaas hoeveel kinderen dat er meededen? Ja, dat, ik heb ook gezien hoe goed dat ging. Ze hebben heel erg hun best gedaan. En misschien is het wel eens leuk, want je hebt heel vaak dat je dan later hoort Sinterklaas. De hoofdpriest. Wat nu weer? Sorry dat ik weer stoor. Ja, sorry dat je misgehoord. Wat is er? Zou ik nog even weer met wegwijspiet mogen praten? Hoofdpriest, dit wordt de derde keer al dat jij met wegwijspiet moet praten. Wat is dat toch? Nu voor de laatste keer, ga je gang. Dankjewel, Sinterklaas. Ja, maar het is wel erg storend, moet ik zeggen. Ja. We zetten ondertussen wel even een klein muziekje. Sinterklaas, wat is er hoofdpriet? Ik durf het bijna niet te vragen. Maar, ja, ik moet toch weer even naar wegwijspiet. Jij moet toch weer naar wegwijspiet voor de vierde keer, hoofdpriet. Wat is dat toch allemaal? Ja, ik vind het een beetje lastig om te vertellen, Sinterklaas, maar u was met wegwijspiet in gesprek en toen heb ik stiekem aan de deur geluisterd. Wat zeg jij? Ik was met
Wegwijs Piet in gesprek. En dat was in Spanje, kinderen, even voor jullie beeld. Ik was met Wegwijs Piet in gesprek. En wat heb jij toen? Ik heb toen aan de deur geluisterd. En toen hoorde ik Wegwijs Piet vertellen dat ze van de kaart is. Jij hebt aan de deur geluisterd toen ik een gesprek had met Wegwijs Piet. Ja. En toen heb jij gehoord dat Wegwijs Piet van de kaart is. Ja, soms inderdaad. Maar ik maak me wel grote zorgen. Dat is de reden dat ik steeds naar Wegwijs Piet ga. We moeten niet hebben dat een Piet van de kaart is. Nu begin ik een en ander te begrijpen. Maar het is sowieso al niet netjes dat jij aan de deur luistert als ik in gesprek ben met een van mijn Pieten. Nee, sorry Sinterklaas, sorry. Waar ging het dan precies om? Waarom maakte jij je zo druk, Hoogpiet? Nou, onze Pieten moeten niet van de kaart zijn. Dus ik wil wel in goede banen proberen te leiden. Dat onze Wegwijs Piet niet van de kaart zijn. Ja, nou dan zal ik dat eens even uit de doeken doen. En dan weten de mensen hier aanwezig ook even hoe het voor in de steel steekt. Het is namelijk zo, ik heb samen met mijn Pieten, dan weten jullie ook allemaal hoe dat werkt. Ik heb samen met mijn Pieten, en dat is dan soms één voor één, dat ligt eraan welke functie ze hebben, ga ik even in gesprek. Die neem ik even apart en daar ga ik dan even mee in gesprek. Zo heb ik dus de techniek Piet. En de techniek Piet, die gaat over de machines. En daar hebben we dan een gesprek over. En zo heb ik ook een catering Piet. En die catering Piet, die gaat over het eten en drinken. En zo is er natuurlijk ook Wegwijs Piet. En die gaat over de kaart. Wegwijs Piet is van de kaart. En van welke kaart? Ja, hij is niet van de kaart zoals jij dat bedoelt. Oh, nee, Wegwijs Piet is van de kaart. Dat is de bereikbaarheidskaart. Ja, en die maakt de Wegwijs Piet dan, zodat wij, sorry, op de juiste plek uitkomen. Ik zal dat even laten zien. Dit is er toch Wegwijs? Zo, nou dan laat jij je maar even zien hoe dat werkt. Kijk, op die kaart, daar staat de straat van hier, daar staat de Herenweg, staat erop. De huizen staan erop. Een voormalige kerk en de huidige kerk en daartussenin zie je rechts met een kruis, een gebouw, daar heeft Wegwijs Piet heel goed gedaan. Want dat was het oude dorpshuis, die is afgebroken. En daarnaast zie je dus het nieuwe gebouw, de MFA, waar dan mooi met pijltjes en een stippellijntje op staat. Waar het gebouw is, waar we naar binnen moeten, waar het podium staat en waar de kindertjes zitten. Dus dat heeft Wegwijs Piet uitstekend gedaan. Geef haar maar even een applaus. Sorry, Wegwijs Piet, sorry. Dankjewel, Wegwijs Piet. Hoofdpiet, zo zie je maar, omdat je het verhaal erachter niet kent, dat je nooit zomaar achter een deur de mensen moet staan af te luisteren. Sorry, Sinterklaas. Ja, dat zal ik niet weer doen. Doe je dat niet weer? Nee, dat beloof ik. Want daar krijgen we alleen maar misverstanden door. En ik hoop, kinderen, dat ondanks dat Piet telkens een beetje, hoofdpiet, een beetje storend aanwezig was, dat jullie het wel gezellig hebben gevonden. Ja, was het wel gezellig vanmiddag? Nee, ik hoor niets. Nou, dat geeft toch wel wat overtuiging. Dat u het nog heel druk heeft vanavond. En natuurlijk al uw Pieten.
Ik denk dat het moment daar is gekomen dat we de Sint gaan uitzwaaien. Sinterklaas en de Pieten, die gaan eerst de zaal verlaten. Dan gaan jullie allemaal de zaal verlaten en voor de kinderen is er een tractatie bij de deur en die wordt uitgereikt door even een paar Pieten. Maar we doen allemaal eerst even mee. Sinterklaas, bedankt dat u hier voor de 9e keer in Meeden was. En we hopen toch echt volgend jaar voor de 10e keer. Dat zal toch echt een hele leuke lusterend zijn. 10 keer Meeden. Ja, en daar gaan we met z'n allen voor. En ik hoop jullie allemaal ook volgend jaar, ik en natuurlijk al mijn Pieten, jullie allemaal volgend jaar weer terug te zien hier in Meeden. En bedankt voor het geweldige ontvangst. Dank u wel, meneer Koos. U ook bedankt, Zwarte Pieten bedankt, mensen allemaal bedankt. We gaan de Sint nu even afzwaaien en geef ze even de ruimte, want ook meneer is een klein beetje op leeftijd.